Ja, we hebben ons kindje geregistreerd op, in zes scholen in de Antwerpse. En 2 dagen geleden hebben we een bericht gekregen van de stad dat er dus geen enkele plaats is in geen enkele van de 6 scholen waar we ons kindje hadden geregistreerd. Welke uitleg heb je daarvoor gekregen? Dat er gewoon te weinig plaats is. We wonen blijkbaar te ver van een school. Dichtstbijzijnde school is 320 meter, dus dat is blijkbaar te ver. En men had ons geadviseerd dichter bij een school wonen en eventueel volgend jaar opnieuw proberen te registreren. Bart's zoontje Luca moet vanaf volgend jaar naar de kleuterschool. Nadat er eerder voor hem al geen plaats was in de kinderopvang, weer klinkt nu hetzelfde liedje in de kleuteropvang. Bart verwijt het Antwerpse stadsbestuur laksheid. Het probleem bestaat al jaren. En ieder jaar zeggen ze, we gaan het nu oplossen. En ieder jaar staan ze opnieuw met de broek op de enkels. En nu zijn er weer plaatsen tekort. Men belooft nu weer dat er scholen worden bijgebouwd. Of tenminste plaatsen gaan komen. Maar ja, dat is te laat voor ons natuurlijk. Volgens Bart pleegt de stad eigenlijk contractbreuk. Iedere burger heeft rechten en plichten. Mijn plicht is dat ik mijn belastingen betaal en dat ik de wet gehoorzaam. In ruil daarvoor heb ik een aantal basisrechten, zelfs grondwettelijke rechten zou ik durven zeggen. En één daarvan is de vrijheid van keuze van onderwijs. En die kan op dit moment kan de stad Antwerpen die niet garanderen. En ja, dat vind ik een contractbreuk tussen mij als burger en de gemeenschap. Ook al wil Bart helemaal niet weg uit Antwerpen, omdat hij hier graag woont en een huis renoveerde, hij denkt er toch sterk over na om met zijn Amerikaanse vrouw te verhuizen naar een Engelstalig land. We gaan zeker tot juni wachten natuurlijk om te kijken welke scholen nog beschikbaar zijn, maar eigenlijk zijn we, ja, als het echt moet natuurlijk, voor ons kleintje overwegen om echt wel te verhuizen, om een betere keus te hebben van het schooltje dan.